Ik ben Maarten Marinissen van Marinissen Agro. Wij zijn een kleinschalig loonbedrijf hier in regio Nijmegen. Onder andere gespecialiseerd in de bietenteelt. We zijn vandaag bezig met zaaien van suikerbieten. En we doen dat vandaag voor het eerst met de Gütler Mediana Prisma wals. Ik heb gevraagd of ik met deze wals mag rijden, omdat ik al jaren naar een manier zoek om tijdens het zaaien meer aansluiting in het zaaibed te krijgen en hem iets meer te kunnen verkruimelen. Het probleem hier bij ons op de Maasklei is dat hij nogal wat stug bewerkt als hij droog is. En om niet te vroeg te beginnen, zeg maar, dat hij te nat bewerkt wordt, wachten we wat langer. Alleen daardoor is hij moeilijker kort te krijgen. En om dan toch het zaaibed ietsjes meer compact te kunnen maken en te kunnen verkruimelen om toch op het vocht te kunnen zaaien, ja, wilde ik heel graag met deze rol werken. En dat hebben we vandaag voor het eerst gedaan. En ja, die bevindingen voor ons zijn tot nu toe eigenlijk hartstikke goed. We zien nu ook, als we achterom kijken, dat wat we gerold hebben, dat wat donkerder begint te kijken. Dus dat er wat, toch echt wel wat optrekt, zeg maar, of wat compacter wordt. En we kunnen nou met deze machine, daar zitten dan schijfkouters op, kunnen we ook eigenlijk super op de vocht zaaien. Nou, ik was eigenlijk al langer bezig, zeg maar. En ik zocht eigenlijk een rol die ook op de wat lichtere gronden goed blijft lopen. Net als vanmorgen hebben we een stuk op het zand gedaan, gewoon als test. En tot onze grote verbazing, want die lag al 5 dagen geploegd. Die was bovenin los en opgedroogd. Die rol die blijft gewoon lopen. Drukt hem ook mooi over de volledige breedte aan. Maar laat hem wel zo liggen dat ik op de lichte grond, net zoals hier, niet bang hoef te zijn voor verslamping. En dat was voor mij eigenlijk ja, een dichte rol of iets. Ja, die maakt hem te glad. En deze laat hem toch iets mooi in structuur liggen, zeg maar. We zijn ook begonnen nu weer met het rijden op brede banden. We hebben altijd op smalle cultuurwielen gezaaid. Alleen ik vind dat toch op onze grond de laatste jaren, die insporing, die vind ik gewoon te fors. De tractors zijn allemaal zwaarder geworden, machines zijn zwaarder geworden. En we hebben altijd met dubbel cultuur gereden, dus op rijafstand. Maar ik heb niet het gevoel dat die voldoende draagvermogen heeft om zeg maar, zo'n tractor, wat toch al niet de zwaarste tractor is, maar om die goed zat te kunnen dragen. En wij wilden daar ook echt vanaf, van die insporing.